Een heel goede zondagavond, dames en heren. De zondagavonden zijn deze zomer voorbehouden voor Belgische en Nederlandse films. Zo mag u de komende weken nog Spetters verwachten, Een vlucht regenwulpen, De zaak Boran en De pastorale 1943. Ons realistisch drama van vanavond speelt zich af in datzelfde jaar. Een jaar dat Nederland leed onder de Duitse onderdrukking. Het verzet groeit en krijgt meer en meer leden. Ook Hanni, een rechtenstudente, voelt zich geroepen iets te doen in plaats van boekenwijsheid te verkondigen en ze sluit zich aan. Ze vormt een team met Hugo en samen zijn ze voor verscheidene liquidaties verantwoordelijk. Ze werken perfect samen op alle vlakken, tot de oorlog hen persoonlijk begint te raken. Het begin van het einde voor het meisje met het rode haar.